Yeah, it's your girl AC and I'm back with another video. What's up, y'all? It's your girl AC and I'm back with another video. Ik ben met keihard aan het haasten. Vandaag is een lange dag. Dag, schat. Vandaag is een super drukke dag. Maar ik wou toch een beetje vloggen, want ik heb precies al jaren niet meer gesproken met jullie. En dat is kei raar. So, first things first. Ik moet naar Kila gaan. Ik had daar echt zo'n jaar geleden of zo een jas geleend. En we hebben die ben nu nog steeds niet gaan halen. Maar ik heb deze zaterdag een shoot. En die jas zou ideaal zijn voor een van de clips dat we gaan shooten. So, that's what I gotta do. Oh my god, dat is hier een sauna. Jesus Christ. Ik haat haasten, maar ik moet mij altijd haasten. Want ik ben altijd te laat. Oké. Okay. Ik hoop dat ik alles bij heb. Als ik niet alles bij heb, ja, dan heb ik pech. Want ik heb echt geen tijd. Oh shit, ik weet echt niet naar waar ik moet gaan eigenlijk.
goede vriendin van mij. Kent je dat van die meisjes? Jij moet die niet elke dag zien om te weten dat dat een goede vriendin is. Kent je dat? Dat is echt zo eentje zo. Ik hoef haar niet elke dag te spreken of te zien om te weten van oké, dat is echt een vriendin. Als er iets is, ik kan haar sowieso bereiken. Als zij hulp nodig heeft, zij weet dat zij mij kan bellen. En als ik haar nodig heb, dan weet ik dat ik haar kan bellen. Dat is echt zo eentje. En zo'n mensen zijn moeilijk om te vinden. Oeh! Ja, hallo, bitch! Ben je mijn eerste accident, joh? Oh my god! Dus, next thing is naar de Action gaan. Ik moet mijn mama bellen, maar ik ben nu zo echt op een kei drukke baan. Ik weet niet, echt hè. Ik ga niet zien of ik daar iets kan finessen. Ben ik al zo ver dat ik kan rijden en op mijn gezicht kan zitten? Oh ja, zeker hoor. Ja, ga maar! Dommerik. Ik heb geen voorrang, ze. Bitch ass. Ah, by the way, ik ben echt heel agressief als ik ben aan het rijden. Alsof dat je bij je garage bent. Er zijn geen auto's die passeren. Nee hoor. Doe wat dat jij niet later kunt. Anywho, dus we zijn nu onderweg. We zijn nu in Beveren. Beveren. Oh my god, hadden jullie maar gezien hoe ik had geparkeerd net. Waar? Ik heb keigoed geparkeerd. Langs achter dan nog, hè. Oké. Dus, ik heb wel al iets gevonden voor mijn gezin op te plaatsen. Maar ik had normaal nog eentje nodig voor de camera. En die vind ik niet. Dus ik denk dat ik gewoon iemand ga vinden of zoeken die mij kan helpen. Want ik heb geen tijd, vriend. Bloemen voor mijn zus. Ik denk dat ik deze ga nemen. Ja. Deze. Nog deze. Oké, and that was that. Geen statief gevonden om mijn om de camera op te steken. Maar ik heb wel gewoon een anti-slip ding gevonden. En dat zal normaal ook moeten werken. Nu ga ik naar huis. Ik ga beginnen aan Vicky haar fiets. Eén ding dat mij is opgevallen is, de mensen kijken heel raar dat ik zo jong ben met een auto. Which is like... I mean, what? I worked hard for it. God blessed me with it. Kunnen jullie niet voor één keer in jullie leven blij zijn voor iemand? Yay! Ik kan rijden! Ja, ik heb ook geen kabel gevonden. Oh fuck, ik heb dat zelfs niet gevraagd. Shit, hè. Ik heb geen kabel gevraagd. Maakt niet uit. Ik zal dat wel een andere keer zien te vinden. Boom! Dit is haar nieuwe fiets. Ik heb er gewoon een paar bloemetjes bij gedaan. Heel simpel. Ja, maar hier van binnen heb ik er ook expres een paar gewoon laten uitkomen. I don't know, I like it. Is heel leuk. Als je wilt weten hoe ik dat heb gedaan, laat mij weten en ik maak er een aparte video van. Het is echt niet moeilijk. Dat duurt letterlijk 5 minuten, als ik u zeg 5 minuten. Ja, misschien ga ik nog naar Sint-Niklaas gaan voor de AUX-kabel. Ik ben niet zeker. Oh ja, mijn OOTD voor vandaag. Dus ik draag deze witte top met deze normale broek. Iedereen vraagt altijd van waar ik deze broek heb. I don't know. Ik weet dat niet. Sorry. En mijn normale Adidas Reebok-achtige schoenen. Oké! Okay. Oh, maar ik zie er niet uit. Dus, update. Ik was thuisgekomen. Dan moest ik nog iets doen voor mijn mama. Dan zijn we samen naar de B-post gegaan. Nadien ben ik naar de Action gegaan, want ik had geen AUX-kabel gevonden, toch? Allee, ik had het toch vergeten. Dus ik dacht van oké, dan ga ik even naar Sint-Niklaas even snel dat halen. Was ik met mijn zusjes gegaan. En eindstand zijn we erachter gekomen dat ik gewoon een manier moet vinden. Want ja, mijn gsm is Bluetooth. Ik ga jullie even meenemen naar het toilet. Mijn gsm is Bluetooth, dus normaal gezien zou dat gewoon moeten verbinden met de
moeten kunnen verbinden met mijn auto. Maar ik weet gewoon nog niet hoe dat moet. Ik moet dat nog uitvinden. Dus daar hebben we dat gelaten. Ik ben ook een nieuwe fietszadel voor mijn zus gaan halen. Maar ik krijg die oude zadel er niet af. Die tang zit veel te strak. Dat ding zit zo veel te strak, dus dat ga ik al sowieso ook niet eruit kunnen halen. Dus ja, dat is het eigenlijk voor vandaag. By the way, my OOTD. Dus ik heb deze polar trui van... nog steeds mijn topje aan van daarnet, want ik ben nog een beetje lui. En dan heb ik gewoon mijn... mijn Nike joggings aan. Die zijn keivel. Ik weet niet hoe jullie dat kunnen zien. Anywho. Dus ja, dat is het eigenlijk, denk ik. Ik denk dat dat het is voor vandaag. Verder heb ik niks meer te zeggen. Als jullie suggesties hebben van wat jullie willen zien op mijn kanaal, laat mij weten. Ik heb sowieso nog 2 storytimes die moeten komen van mijn nagelstylisten. The worst. Als ik zeg, the worst nagelstylisten in heel België. Die storytime komt nog. En nog the worst. Een verzekeraar. Letterlijk. Ik ben bijna gescamd geweest. Girls. Girl, I almost got scammed. Dus, dat zijn de 2 die nog moeten komen. Ik ga nu beginnen editen, want ik moet nog veel video's. Ik moet eigenlijk deze video nog editen en degene die jullie ervoor al hebben gezien. En als je die van ervoor niet hebt gezien, waar ik mijn auto ben gaan halen, well then girl, what you doing? Dat gaat hierboven zijn. Hierboven. Pioen. En anders gaat dat op het laatst komen, op het einde van, van deze video. Dus, bedankt om te kijken. Ik zie jullie in mijn volgende video. Niet vergeten om te liken en subscriben. Have a nice day. Have a blessed life. En ik zie jullie in mijn volgende video. Bye.